Hey, ik ben Mark van Montclair Inzetten TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Held Carrese motorjas en Held Torno motorbroek beschikbaar bij Montclairinzetten.nl. Motorkleding Center Review. De specialist in motorkleding. De Held Carrese en de Held Torno is een set die speciaal gemaakt is voor de avonturier. Ga je vaak op lange reizen naar warme landen, richting de woestijn, rij je veel offroad, dan is deze set een hele geschikte set. Het voordeel ervan is dat hij voorzien is van een uitneembaar Gore-Tex membraan, wat 100% waterdicht is en extreem goed ademend. En dat dat eruit kan en dat je daarnaast heel veel mogelijkheden hebt om de jas te laten ventileren. Dus je kan oneindig veel ventilatieritsen en schuifjes openzetten, waardoor je ook als het 30 graden is nog prima zou kunnen blijven rijden. Qua veiligheid blinkt hij uit, want hij is gemaakt van super slijtvast Cordura, 500D dikte. En op de schouders is hij voorzien van Sastec protectie, een hele grote protector die helemaal van hier achter over de schouder heen loopt. En op de elleboog is hij ook voorzien van een lange Sastec protector. Sastec is een wat zachtere protector die tijdens het dragen comfortabel aanvoelt, maar bij een impact hard wordt en daardoor heel veel energie kan absorberen. Op de plekken waar je onderuit zou kunnen gaan zien we extra slijtvaste materialen. We zien hier superfabric, dat is een keramisch materiaal wat extreem slijtvast is. We zien hier stretch en we zien op de onderarmen ook nog extra cordura. Belangrijk als je een stuk offroad gaat rijden en je gaat onderuit dat ook de grote scherpe stenen niet door de jas heen gaan. En vandaar dat deze jas zo van zulk sterk materiaal is gemaakt. Aan de achterzijde is hier voorzien van een foam protector, dus een energiedempend schuim. Wil je die upgraden, kan dat met een Sastec level 2 gekeurde rugprotector of eentje van D3O. We zien hier op de achterkant veel reflectie, allemaal details. Ventilatie, nog meer ventilatie en nog meer ventilatie. Je kan eigenlijk alles openzetten aan de achterkant van deze jas. Dit zijn de uitlaten, de lucht die hier aan de binnenkant doorheen komt, kan dus zo aan de achterkant ook de jas verlaten. Zoals ik al zei, zit er een uitneembaar Gore-Tex membraan in. Haal je die eruit, rol je hem op en heb je hier aan de achterkant een hele grote pocket waarin je het membraan mee kan nemen. Dus je hebt hem ook altijd bij je. Aan de achterkant en op de kraag is hij afgewerkt met een neopreen kraagje. Dus als je veel staat en zit tijdens het rijden, zit dat ook niet vervelend in je nek. Aan de zijkant hebben we de mogelijkheid om te stellen. Er zit hier onderaan een koordje waarmee je de jas strak langs de broek trekt. En de broek is eigenlijk hetzelfde verhaal als de jas. Gigantisch veel ventilatie. We ritsen deze open, hebben we een heel groot ventilatiepanel. We hebben hier een ventilatieopening. We hebben een grote zak aan de binnenkant. De zak is aan de binnenkant ook voorzien van ventilerend materiaal. Dus alles wat je openzet, laat direct lucht door. Aan de onderkant hebben we een rits. Als we die openzetten, komt er ook ventilatie aan de binnenkant van de broek. Stelbanden om hem strak om de laars te zetten. En een grote instap, als we deze omhoog doen, zien we dat hij ook vrij wijd is. Dus draag je allroad of offroad laarzen, kan je deze broek ook prima dragen. De broek is ook voorzien van een Sastec protector op de knie. Elastisch materiaal, accordeon stretch, zodat je ook in een rijdende positie genoeg bewegingsvrijheid houdt. Als we dan de voorkant bekijken, zien we leuke rode details op deze kleursamenstelling. En ook weer gigantisch veel ventilatie. Dit is ook een hele grote ventilatie, allemaal met magneetjes. Het is een jas die gemaakt is om echt jaren mee te gaan, dus allemaal duurzame materialen. Super goede ritsen, ze hebben hier echt nergens op bezuinigd. Dus dit is weer ventilatie. Hier heb je grote pockets voor eventueel sleutels en andere waardevolle spullen. Grote waterdichte zakken waar je ook genoeg in mee kan nemen en ook hier. Nee, je blijft ze maar tegenkomen. Allemaal ventilatieritsjes die je open kan zetten om maximaal te kunnen ventileren. Als we hem dan open doen, zien we hier een lusje. Die kunnen we vastmaken op het haakje. Wil je rijden en wil je geen hoge kraag, op deze manier hou je de kraag weg. Hier ook weer allemaal magneetjes. Die kunnen we openzetten. En dit is ook weer een ventilerende strook. In principe op deze manier, zoals die volledig open is, zonder membraan, heb je maximale ventilatie en toch nog maximale veiligheid. Hieronder zien we het Gore-Tex membraan. Dat is een membraan wat je ook los nog als vest kan dragen. Kom je aan op je bestemming, rits je deze los van de jas en kan je dit vest ook nog prima dragen als het 's avonds wat frisser wordt. Aan de binnenkant zien we een Coolmax afwerking. Dat is een vochtabsorberend en temperatuurregulerend materiaal. Zorgt ervoor dat je goed op temperatuur blijft. Gore-Tex membraan eruit vanaf de 20 graden en je kan er alle kanten mee op. Grote telefoonpocket. Als we dan deze openmaken, zitten we achter het waterdichte gedeelte van de jas.
Gore-Tex is het allerbest ademende membraan op de markt. 100% waterdicht, geeft Gore-Tex ook garantie op. Vanaf de buitenkant kan er dus geen water in, maar je vocht en je transpiratie kan maximaal de jas door het membraan heen verlaten. Nou, aan de binnenkant zien we dat hij helemaal netjes is afgewerkt met een wat zachter materiaal. Dus je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Je P is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 85 kilo en draagt hier een maat large. Je ziet dat hij mooi aansluit. Wil je echt nog heel veel kleding eronderaan, ga je ook naar een kouder land. Dan zou je hem eventueel nog een maatje groter kunnen kopen. Maar met het oog dat het een jas is die voor boventemperaturen van 0 is bedoeld, mag die lekker aansluiten met de voering erin, want de voering van zichzelf is niet heel dik. Broek hetzelfde verhaal, zit ook een uitneembare Gore-Tex voering in. Als je de voering erin hebt, is die waterdicht, hou de voering eruit, is die maximaal ventilerend en kan je er prima de hele dag mee rijden op een hete dag. Wil je meer informatie over de Heldcare Racer of de Held Torno of wil je deze set bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laat ons weten wat u van onze reviews vindt. Like onze Facebook of YouTube pagina om op de hoogte te blijven van al het motornieuws. Breng een bezoek aan onze winkel met het grootste assortiment motorkleding van Nederland. Altijd advies op maat. Tot ziens op motorkledingcenter.nl.